We zijn op pad met de ID Buzz, de nieuwste, grootste en misschien wel leukste toevoeging aan de volledig elektrische ID-familie van Volkswagen. Deze auto werd in 2017 voor het eerst getoond als studiemodel samen met de witte ID Concept. En die ID Concept ging heel snel al in productie in de vorm van de ID3. Deze heeft alleen iets langer op zich laten wachten, zelfs zo lang dat inmiddels de ID3 alweer is vernieuwd. En hier in de buurt van Hannover in Duitsland kunnen we deze vernieuwde ID3 voor het eerst in het echt gaan zien. Met deze ID Buzz erbij kent de volledig elektrische ID-familie van Volkswagen maar liefst 6 modellen. En over de afgelopen 2,5 jaar tijd hebben ze ervoor gezorgd dat wereldwijd de verkoopteller maar liefst op meer dan 600.000 stuk staat. Volkswagen was een van de eerste Europese autofabrikanten die zo volop inzetten op elektrificatie. Die ID3 startte dat verhaal. En hoewel hij goed verkocht heeft, inmiddels zo'n 15.000 stuks in Nederland, kwamen er vanuit klanten toch een aantal op- en aanmerkingen. En eens zien of Volkswagen daar wat mee gedaan heeft. Overal vind je grote en kleine verbeteringen en vernieuwingen. En alles om de auto stoerder, maar ook volwassener te maken. Zo zitten er in de voorbumper achter deze opening kleppen die open en dicht kunnen afhankelijk van de koelbehoeften van de auto. En daarbij hebben we nu deze air curtains. En dit alles zorgt natuurlijk voor betere aerodynamica. En ook de motorkap is nieuw. Voorheen liep hier een zwarte bult, maar die is nu weg en de motorkap is volledig in de exterieurkleur gespoten. En dat geeft de voorkant gewoon echt een stoerdere en een meer volwassen uitstraling. Nieuw is ook deze zilveren gespoten daklijn. Verdwenen zijn de stickers hier op de C-stijl. En ook nieuw zijn er nu volledig verlichte achterlichten met een hele leuke lichtanimatie. Maar de grootste verbeteringen, die vind je binnenin. Volkswagen heeft natuurlijk naam gemaakt met degelijkheid en mooie materialen. En er waren nog wel wat meningen dat dat gevoel bij de vorige ID3 ontbrak. En daar heeft Volkswagen naar geluisterd door nu nieuwe, zachtere, mooiere materialen toe te passen in het interieur van de nieuwe ID3. Zo is het dashboard nu voorzien van dit mooie, zachte materiaal met het contrasterende stiksel wat echt een stuk luxer aanvoelt. En ook de stoelen zijn volledig nieuw bekleed en deze zijn zelfs gemaakt van 70% gerecycled materiaal. De deurpanelen zijn opnieuw ontworpen en hebben een groter, zachter vlak om je arm op te laten rusten. En daarbij is een leuk weetje dat nu het hele interieur bestaat uit volledig diervrij materiaal. Want ook het stuur, wat het laatste onderdeel in het interieur was, wat nog van echt leer gemaakt was, is nu gemaakt van een volledig synthetisch materiaal wat, nou moet ik zeggen, echt wel als goed leer aanvoelt. Met de grote 77 kWh accu komt hij 546 km ver. En met de kleinere batterij van 58 kWh is dat zo'n 426 km. In beide gevallen levert de motor 204 pk. Snel laden kan met 120 kW bij de kleine accu en met 170 kW bij de grote batterij. En serviceinspecties zijn tot 7 jaar kosteloos op een ID3. En heel fijn is dat we nu dit grote 12-inch scherm, wat we al uit andere ID-modellen kennen, nu standaard terugzien in deze vernieuwde ID3. En hij is ook voorzien van nieuwe software die altijd door de lucht wordt geüpdate. En zo wordt je auto alleen maar slimmer en gaat hij ook nog eens fijner rijden. Iets wat we inmiddels kennen van andere ID-modellen zit nu ook op deze vernieuwde ID3 en dat is namelijk het gebruik van zwermdata. Zo kan de auto gebruik maken van deze zwermdata om het Travel Assist systeem te verbeteren. De auto kan zelf sturen, gas geven en remmen, maar heeft daarvoor vaak wel de lijnen op de weg nodig. Maar door gebruik te maken van deze zwermdata van andere auto's, kan de auto al genoeg hebben aan enkel één lijn op de weg, omdat de auto weet en heeft opgeslagen dat hij op die weg rechts moet rijden. En kijk, je kan de auto zelfs een ingewikkelde parkeeractie aanleren. Je hoeft het alleen maar één keer voor te doen. Ja, en zo zit de auto vol met intelligente systemen die het rijden gemakkelijker en veiliger maken. En daarbij ook handiger, want de routeplanner houdt ook rekening met je laadstops. En kan er zelfs voor kiezen om 2 laadstops in te plannen op je route bij 2 snelle laders in plaats van 1 stop bij een langzame lader. Onderaan de streep ben je dan gewoon sneller op je bestemming. En dat zijn nou van die slimmigheden waar ik blij van word.
Ja, zonder die eerste ID.3 was er ook geen ID. Buzz. En Volkswagen is nog niet klaar met het compleet maken van zijn ID-programma, want er komt nog een grotere ID.7 aan en een kleiner model onder de ID.3. Nou, Volkswagen heeft echt hard en snel ingezet op die elektrificatie. En wat er gebeurt met hoge bomen, ja, die vangen veel wind. Maar mooi om te zien dat ze met de nieuwe ID.3 dat model ook weer helemaal in de pas hebben laten lopen met de andere ID-modellen.